Goedenavond in Christus Beminden. Vorige keer bespraken wij de voorbereidingsgebeden van de priester op de heilige mis die hij verricht in de sacristie. Vervolgens verdiepten wij ons ook in het asperges mee en in de gebeden aan de voet van het altaar, alsmede ook in het confiteor. Vandaag gaan wij een stap verder. Wij willen een blik werpen op de twee begroetingsritussen die de priester verricht tegenover het altaar. Vervolgens willen wij een blik werpen op het introitus en afsluiten met het Kyrie. Starten wij met een gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. Nou, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, zodra de priester de kwijtschelding van zijn zonden in het confiteor ontvangen heeft, beklimt hij het altaar, de heilige berg van God. En terwijl hij deze treden beklimt, bidt hij het gebed Offer Anobis. Hij smeekt God dat hij een rein hart zou mogen bezitten om het heilige der heiligen binnen te treden. Ja, mijn dierbaren, want wat betekent het eigenlijk het heilige der heiligen binnen te treden of de heilige berg van God te beklimmen? Wel, dat kunnen wij vernemen uit de gebeurtenis in het Oude Testament. Toen Mozes de berg Gods, de berg Sinaï, beklom om God te ontmoeten en de 10 geboden te ontvangen, was deze berg in wolken gehuld. Het donderde, het bliksemde. Er kwam trompetgeschal naar voren. Het volk beefde en sidderde. Wel nu, Christus beminden, hoe buitengewoon deze historische gebeurtenis ook was, onze heilige mis is iets veel groters, iets veel heiligers. En God is er veel meer aanwezig dan toen op die berg. Met welke eerbied moet de priester en het volk bij deze heilige berg Gods, het heilige altaar, dan wel niet aanwezig zijn? Aan het altaar aangekomen verrichtte de priester de eerste van de 2 begroetingsritussen van het altaar. Hij legt zijn handen op het altaar en kust het altaar. Een mooi en een kostbaar gebaar, mijn dierbaren. De heilige Augustinus maant de priesters deze altaarkus steeds oprecht te laten zijn. Zo oprecht in liefde en geloof als de kus van Maria Magdalena. Maria Magdalena zalfde de voeten van onze heiland en droogde die met haar haren en kuste vol eerbied zijn voeten. De heilige Augustinus maant dat de priester deze kus nooit mag achterwege laten, om niet zoals de fariseer Simeon in het huis waar hij een maaltijd voor Jezus bereidde, het volgende verwijt te verkrijgen. Simon, gij hebt mij geen kus gegeven. Met deze kus, namelijk, toont de priester zijn eerbiedwaardige liefde en vriendschap tot Christus. De heilige Ambrosius, hij zegt dat vrienden onder elkander begroeten met een kus, met een omhelzing. En daadwerkelijk, bij de priesterwijding hoorde de priester Christus door de mond van de bisschop zeggen: Gij zijt niet meer mijn dienaren, maar mijn vrienden. En de mystiker Pater Reus zag in een visioen hoe Christus ook daadwerkelijk zijn priesters bij deze altaarkus omhelsde. Van waar komt dit gebruik van de altaarkus? Vroeger was het de gewoonte in antieke tijden de dorpel van de afgodstempels te kussen bij de intrede, evenals de voetstukken van de afgodsbeelden. Sinds de 4e eeuw namen de christenen deze liturgische kus over voor het katholiek altaar.
Tijdens de heilige liturgie zal de priester overigens 8 maal het altaar kussen. Vervolgens, na de altaarkus, gaat de priester over tot de tweede begroetingsritus van het altaar, zijnde de bewieroking. In het Oude Testament heeft God aan Mozes bevolen en het volgende gebod gegeven: als de priester het heiligdom betreedt, dan moet hij een wierookvat bij zich hebben. Hij moet op gloeiende kolen wierook verbranden, opdat de wolken aan mijn troon mogen komen, opdat de priester niet sterven. Voor de eerste christenen, mijn dierbaren, lag het gebruik van de wierook in de liturgie aanvankelijk moeilijk. Ze hadden een verklaarbare afkeer tegen wierook, omdat het strooien van die wierook een beeld was van geloofsafval. Sommigen onder hen hadden wierookkorrels moeten strooien op de afgodsaltaren gedurende de vervolgingen, waardoor men aan Christus had verzaakt en terugkeerde naar het heidendom. Vele christenen stierven dan ook, weigerend wierookkorrels te strooien. Ze stierven de marteldood. In de 7e eeuw werd echter bij de intocht van de paus in de kerk wierook vooropgedragen. Het is een gebruik dat werd overgenomen uit het protocol van de Romeinse keizers. Het is een koninklijke hulde aan Christus en aan de paus als zijn plaatsvervanger op aarde. 200 jaar later, in de 9e eeuw, duikt de wierook op in de misritus. Het was een wierookoplegging waarbij de acolyt rondging in de kerk en gewoonlijk rechts van het altaar ging staan. De gelovigen haalden daarbij de wierook met de hand naar zich toe en brachten het aan hun neus en snoven het op. Weer 200 jaar later, in de 11e eeuw, is ook de bewieroking van het altaar bekend en aantoonbaar. De wierook wordt er met een korte formule gezegend. Wees door hem gezegend, in wiens naam gij zult branden. Vervolgens bewierookte de priester het altaarkruis en het altaar. Vroeger ging de priester heel het altaar rond, voor en achter. Toen echter dit in vele kerken onmogelijk werd, besloot men plaatsvervanger een eerste ronde boven het altaarblad te verrichten en in een tweede ronde de voorkant van het altaar. Na de bewieroking van het altaar wordt ook de priester bewierookt als plaatsvervanger van Christus, hij die het misoffer opdraagt. De gelovigen staan bij de bewieroking van het altaar en van de bewieroking van de priester recht. Wierook heeft ook een sacramentele kracht. Het is een sacramentalie. Zij verdrijft de duivels en helpen ons de juiste gebeds- en offerhouding te bereiken. Omwille van deze reinigende en heiligende kracht wordt de wierook nooit gezegend als het dient om het allerheiligste te bewieroken, bijvoorbeeld tijdens het heilig lof of bij de consecratie. Bij onze Lieve Heer, aanwezig in de hostie, valt er namelijk niets meer te reinigen en nog minder te heiligen. Welke symboliek bevat eigenlijk het gebruik van de wierook? Wierook is steeds een beeld geweest van onze innerlijke offerhouding. Want wierook verteert zichzelf en stijgt op ten hemel. En dat zijn de kenmerken van een offer. Zo moet de mens zich offeren, zich volledig ontzeggen, zich versterven om naar de hemel te geraken, om tot bij God te komen. Ons natuurlijk leven verdwijnt door het offer en daardoor of daarvoor krijgen wij een nieuw en een bovennatuurlijk leven. En zo, parallel, verandert de materie van de wierook ook in geest, in een ander vergeestelijk leven. Wierook is niet enkel maar het beeld van een offer, maar is ook het beeld van het gebed.
In de geheime openbaring van de heilige Johannes, het laatste boek van de Heilige Schrift, is in het 24e hoofdstuk te lezen dat de 24 oudsten gouden schalen vol met wierook droegen. En de engel die Johannes begeleidde, bemerkte daarover: die wierook zijn de gebeden van de heiligen. Onze gebeden zijn dus als een welriekend offer nabij Gods troon. Zij zijn blijken van lof, van eer, van dankbaarheid, van onze kant tegenover de Allerhoogste. Ten derde is wierook ook een beeld van Gods aanwezigheid. Zoals bij de tempelinwijding van koning Salomon plotseling het heiligdom quasi vanzelf met rook vervuld werd om de inbezitname van God aan te tonen, zo moet ook de wierookwolk die het altaar omhult ons herinneren aan de werkelijke tegenwoordigheid Gods, of Christus, in de hostie. Komen wij nu tot ons tweede punt, de bespreking van het introitus. Het introitus is een eigenheid van de Romeinse kerk, de Latijnse kerk. Het ontstond na de vervolgingstijd toen de eerste kerken werden opgebouwd. Oorspronkelijk was het introitus veel langer. Daar niet enkel maar één vers van de psalm werd gezongen met een antifoon, maar heel de psalm door. En na elke vers werd de antifoon opnieuw herhaald. De introitus zang begeleidde de priester bij de intocht in de grote kathedralen, in de grote basilieken, maar ook tijdens zijn private aanbidding van het Allerheiligste, evenals bij zijn verrichting van het confiteor. En de zangers bleven gedurende die hele tijd de psalm en de antifoon zingen, totdat de bisschop een teken gaf om het Gloria Patri te zingen en zo het introitus te beëindigen. Paus Gregorius de Grote gaf in de 5e eeuw de huidige vorm aan het introitus. Eén psalmvers, een antifoon, het Gloria Patri en de herhaling van de psalmvers. Hij bepaalde ook in welke kerk men op welk feest zou samenkomen om het introitus te zingen. Dat zijn de zogenaamde statiekerken, de statio's, die wij tijdens de vastentijd vermeld zien staan boven het misformulier van de dag. 300 jaar later, in de 8e eeuw, toen de private missen van de priesters nog talrijker werden, werd de introitusgezang omgezet ook in gesproken tekst. Zo kon ook de priester, die zijn heilige mis niet zong, maar privaat las, privaat celebreerde, deze zang ook bidden, zonder zangkoor. 500 jaar later opnieuw beschouwde men de schola, de zangers, niet meer als een liturgisch volwaardig gebeuren. Zelfs als de zangers het introitus zongen, diende de priester de zang nog steeds zelf te herhalen. Hij dient daarbij aan de epistelkant te staan, de rechterkant van het altaar. En daarom staat overigens ook de bisschop tijdens het eerste gedeelte van de pontificale mis bij zijn troon en niet aan het altaar. Bij het bidden van het introitus dient de priester een kruisteken te maken om aan te duiden dat na de voorbereidende ritussen van de voetgebeden, van de altaarkus, van de altaarbewieroking, nu het misoffer echt begint. Tijdens de requiemmissen, de missen voor de overledenen, maakt de priester niet een kruisteken over zichzelf, maar wel over het missale, het altaarmissaal, om aan te duiden dat alle zegen en alle barmhartigheid op de ziel van de overledene dient neer te dalen. Wat is nu de zin van het introitus? Deze zang moet de gelovigen bij de intrede van de priester in het feestgeheim en de juiste liturgische stemming van die dag brengen. Men drukt in het introitus dan ook uit welke genaden afgesmeekt moeten worden. Bijvoorbeeld jubel, dank, verlangen, berouw.
Het is als het ware een ouverture die het drama van de offermis voorbereidt. De tekst van het Interruptus wordt, zoals reeds gezegd, vaak uit de psalmen genomen, maar soms ook uit de gedichten van de heiligen, bijvoorbeeld Gaudiamus in Domino. Of de tekst wordt ook genomen uit de brieven van de heilige Paulus, zoals bij het hoogfeest van de naam Jezus. Soms zijn deze woorden van het Interruptus woorden die de heiligen van de dag in de mond zijn gelegd, of die door hem daadwerkelijk zijn uitgesproken. Of het zijn uitdrukkingen van hun karaktertrekken, bijvoorbeeld bij de heilige Don Bosco. De Interruptus woorden drukken dan ook uit waarom we de heiligen van de dag dienen te bewonderen of te verheerlijken en zo mogelijk ook dienen na te volgen. Komen we nu tot ons derde en ons laatste punt. Werpen wij een blik op het Kyrie. Het Kyrie is een overblijfsel van een litanie. Een litanie die gebeden werd na het Interruptus in de Statiekerk, onderweg naar de kerk van de Heilige Mis. Daar aangekomen bracht de diaken, nadat de geloofsleerlingen na de preek uit het kerkgebouw verwijderd waren, de verschillende gebedsintenties van de gedoopten naar voren. En het volk bad dan telkens de smeekbede: Heer, ontferm u over ons, Kyrie eleison, als antwoord op deze smeekbede. In de 5e eeuw bracht paus Gelasius deze smeekbede, deze smeeklitanie van de offermis, het tweede deel van de mis, naar het begin van de mis, naar de catechumenenmis. De priester kon dus het Kyrie eleison bidden met de geloofsleerlingen, de gelovigen die nog niet gedoopt waren. Het Kyrie eleison is een uitdrukking daarvoor dat de Romeinse kerk steeds bewust was van haar katholiciteit, van haar universaliteit. Ze streefde deze drie talen te gebruiken welke op de kruistitel van ons Lieve Heer aanwezig waren: Latijn, Grieks en Hebreeuws. Van waar komen de woorden Kyrie eleison? Vooreerst komen ze uit de Psalm 40. Nadien kunnen wij ook zeggen dat ze genomen zijn uit de smeekbeden van de 10 melaatsen tegenover Jezus. Of van de blindgeborene die uitriep: Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Het is nodig dat God zijn erbarming bewijst. Want eigenlijk zijn we slechts ellendige zondaars, bedelaars. Het Kyrie wekt dus de juiste gesteltenissen op in onze ziel om grote genade te ontvangen. Sinds de 9e eeuw bidt men 9 smeekbedes in het eleison-gebed. Men dacht hierbij aan de allerheiligste drievuldigheid. Elk van de 3 goddelijke personen wordt 3 maal aanroepen. Men kan dus de eerste 3 eleisons voor God de Vader reserveren, dan de 3 volgende voor God de Zoon en de 3 laatste voor de Heilige Geest. De Vader smeken wij om barmhartigheid, de Zoon om genade en de Heilige Geest om middelen om de eeuwige glorie te bereiken. Of men kan in de eerste 3 Kyrie zangen vergiffenis vragen voor de zonde van gedachten, woorden en werken. Tijdens de daaropvolgende Christus eleisons kunnen wij bidden voor geloof, hoop en liefde. Om tenslotte bij de laatste 3 Kyrie gezangen om genade te bidden, om God te kennen, te beminnen en te danken. 3 maal hetzelfde bidden wordt steeds als een teken van duurzaam en vertrouwensvol gebed geïnterpreteerd. De hoogdenkende tijd van de middeleeuwen was sterk in het vinden van betekenissen. Ook in onze tijd blijft echter het Kyrie-gebed een gebed waar wij naar de Verlosser roepen, die ons moet helpen onze eigen fouten, zonden en tekortkomingen ons daarvan te bevrijden en ons te bewaren voor de eeuwige straffen.
Natuurlijk kunnen wij ook onze eigen gebedsaangelegenheden naar voren brengen, evenals die van de geloofsgenoten, en de andere zorgen die ons kwellen herdenken in dit smeekgebed. Zo, mijn dierbaren, tenslotte, zo ziet u, opnieuw merken wij met de huidige overweging hoe oud, eerbiedwaardig en hoe rijk onze traditionele misliturgie eigenlijk wel is. Waarom we haar trouw moeten blijven, dat zien wij klaarblijkelijk. En waarom wij van haar moeten houden, dat staat vast. Overwegen wij het vandaag gezegde en brengen wij het liturgisch in praktijk als wij het heilig misoffer bijwonen en voorbereiden. En vragen wij daartoe aan onze lieve vrouw alle genade. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Zijn we dierbaren, nog een goede avond en God zegen toegewenst. Tot ziens.